Welkom allemaal bij Room for Discussion. Nederland is in de ban van stikstof. Boerenblokkades op de A12, hooibalen voor gemeentehuizen. En van Groningen tot Limburg kleurt het land blauw, wit, rood. De onvrede over stikstofbeleid is groter dan ooit. En politiek Den Haag lijkt mijlenver weg. Om deze crisis op te lossen heeft Nederland sinds januari vorig jaar een minister voor natuur en stikstof. En haar taak is nu om ons uit deze impasse te helpen. En als missie om het neerslaande stikstof op de Natura 2000 gebieden te verminderen. Vandaag schuift ze bij ons aan om te hebben over alles wat haar agenda vult. Dit is Morwenna, ik ben Koen en mogen we een groot applaus voor minister Christiane van der Wal. Hallo. Hi. Hoi. Zo, nou, bedankt dat u hier vandaag bij ons bent. Om te beginnen wouden we graag, omdat deze crisis natuurlijk draait om de Natura 2000 gebieden, van u graag weten, wat is nou uw favoriete Natura 2000 gebied? Oh, dat is de Veluwe. Want daar woon ik en daar geniet ik ieder weekend van de zandverstuivingen, van het bos. Het is echt een van mijn favoriete gebieden. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het Waddengebied ook een prachtig gebied vindt, Oostvaardersplaat. We hebben heel veel schitterende gebieden in Nederland. Ja. Ja, u werd ongeveer iets meer dan een jaar geleden gevraagd voor deze post. En het is misschien wel te stellen dat het een van de meer rumoerige posten is in het kabinet. Dus een jaar geleden, waarom zei u ja? Het werkt niet zo dat je daar heel lang over na kunt denken. Hè? Dus je krijgt gewoon een telefoontje van op dat moment de grote baas, zoals we hem noemen. Die zei van, joh, ik wil je heel graag als minister in de ploeg hebben voor natuur en stikstof. Toen zei ik, oh, zei hij, nou mooi, dat is een ja. En daarmee was het eigenlijk geregeld. Mm-hmm. Maar als ik er langer over na had gehad, had ik ook ja gezegd. Omdat het natuurlijk heel mooi is als het je vak is, politiek. En bestuurder zijn om een bijdrage te mogen leveren aan zo'n groot probleem. Een bijdrage aan een oplossing te mogen leveren. En waarom specifiek dit probleem? Omdat dit echt een van de grootste crisissen is voor Nederland. Niet alleen in juridische zin. Dus we kunnen gewoon geen vergunningen meer verlenen. Kijk naar Brabant, afgelopen week het nieuws. Maar we hebben ook echt een natuurcrisis. Het gaat niet goed met de natuur in Nederland. En dat moet echt beter. En daar, het is een beetje zo'n turning point organiseren. En dat daar een bijdrage aan mogen leveren, vind ik heel mooi. Ja, maar het wordt er niet altijd in dank afgenomen. Want elk jaar peilt de NOS de populariteit van bewindslieden. In het Prinsjesdagrapport van 2022 scoorde u een 4,2. Alleen Rutte en Kaag scoorden nog lager. Raakt dat u? Nee hoor, helemaal niet. Heeft u niet wakker van? Nee, natuurlijk niet. En dat is, als je je ergens niet mee bezig moet houden, is het populariteit. Dan moet je in ieder geval nooit het vak van politiek kiezen. Als je doet het niet voor populair zijn, voor bloemen en applaus. Als dat je drive is, dan ga je het gewoon niet redden. Ik doe wat nodig is voor Nederland. Er is ook helemaal geen andere manier om dit probleem op te lossen. Ik begrijp ontzettend veel weerstand. Ook bij boeren. Ik begrijp de weerstand echt, want het is super impactvol waar we mee bezig zijn, juist voor al die boerengezinnen die daar echt al generaties wonen en werken. Hè? Want het is een way of, het gaat over identiteit, over een way of life. Ja, en dan komt er in één keer zo'n nieuwe minister met doelen en het moet anders. En ja, ik snap echt wel dat niet de populariteitsprijs oplevert. Ja. Ja, die boeren lieten van zich horen, die stonden voor uw deur 2 keer. Wat was uw eerste gedachte toen u die grote groep boze boeren voor uw deur zag? Nee, dan sta je in een soort modus van, ik moet dit oplossen. Ja, meteen. Dus ik ben ook meteen naar buiten gerend en gewoon in gesprek gegaan. Ja. Om ze daar te houden. En gewoon rust te bewaren of zo. Dus daar ben je alleen maar mee bezig op zo'n moment. Want wat zegt u dan op zo'n moment tegen boeren? Nou, ik kreeg mijn ontslagbrief aangeboden. Ja. En dus die heb ik in ontvangst genomen. Toen heb ik eerst maar eens gevraagd van, joh, hoezo? En denk je nou echt dat als ik gebruik zou maken van deze ontslagbrief, dat de wereld er dan opeens mooier uitziet? Want dan komt er een andere minister, en die gaat exact hetzelfde doen. Want er is geen andere keus. Maar vooral heb ik geprobeerd te luisteren van, joh, maar waar zit nou echt je pijn en waar zit nou echt je zorg? En dat gesprek, want ik heb daar uiteindelijk wel bijna 40 minuten staan praten. Ja. Want voelt dat soms voor u alsof u maar het poppetje bent die op de plek staat? Dat u ook een persoonlijke invulling kan geven?
Nou, beide zijn waar. Je bent een poppetje op deze plek. Ik ben een passant. Dat zijn we allemaal. Misschien überhaupt wel in het leven, maar dat is wel heel zwaar. Maar dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, als je ergens ooit het idee hebt dat je onvervangbaar bent... dat lijkt me geen gezonde gedachte. Je bent altijd vervangbaar en je bent altijd een schakeltje. Dat ben ik ook. Ik ben een schakeltje. En ja, als de Tweede Kamer morgen tegen mij zegt het is welletjes... Dan komt er een nieuwe minister. Ja, die gaat echt nogmaals exact hetzelfde doen. Dus wat ik wel probeer, is het heel erg op de Christianne manier te doen. Dus wel met een hoop, ondanks alle narigheid, ook wel hoop en optimisme. En ook wel heel erg uitleggen waarom dit nodig is. En dat is dan wel mijn eigen sausje. Ja, maar u heeft wel veel narigheid op een beurtje gehad. Heeft het afgelopen jaar wel eens op een punt gestaan waarop u dacht, ik stop ermee? Nee, maar ik heb thuis wel de vraag gesteld. Dus ik heb wel gezegd, jongens, als er een moment komt... en dat was natuurlijk met name van de zomer... Ja. Nu is het genoeg, nu vinden wij het eng worden of wat dan ook... dan stop ik natuurlijk meteen. Mm. Maar dat, nee, totaal niet. Sterker nog bij mij thuis ook. Dan moet je juist doorgaan. Nogmaals, dan komt er een ander. Ja, die gaat echt exact hetzelfde doen. Mm. En je moet niet buigen voor intimidatie. Dat moet je nooit doen. Dus juist door, juist omdat, nogmaals, was er een keuze, dan had je misschien nog een keer een andere afslag kunnen nemen. Maar er is geen andere keuze dan echt die natuur te herstellen. Mm-hmm. En dat is nodig omdat biodiversiteit best wel belangrijk is. We zijn 80% kwijt. Ook partijen of mensen die zeggen, Nederland is nog steeds mooi groen. Ja, dat is natuurlijk niet zo. En van alle weilanden die we zien, en ook in de agrarische sector... Ja, er is natuurlijk ook heel veel rijgras. Ja, dat is helemaal niet altijd heel erg goed voor de biodiversiteit. En uiteindelijk hebben we biodiversiteit en bestuivers... en hebben we allemaal nodig voor onze eigen voedselproductie... voordat we situaties hebben zoals in China... waar ze met pincetjes en pipetjes voedsel kunnen produceren... en kunnen bevruchten... voor je het weet, de grondstoffen voor onze medicijnen. Grondstoffen voor onze kleding. Dat komt allemaal uit de natuur. De schone lucht die we inademen. Maar ook het schone drinkwater. Het is bijna ondenkbaar voor een land als Nederland. Wij weten niet beter dan met water om te gaan. Maar als we niks doen, heb je een moment dat er gewoon geen schoon drinkwater meer uit onze kraan komt. Dan moet je gaan chloren, net als in zuidelijke landen. En dan halen we ons water in de supermarkt. Uit flessen. Dat besef van hoe belangrijk schoon water is, hoe belangrijk natuur is als eigenlijk fabriek van ons leven. En hoe belangrijk biodiversiteit is. Ja, dat besef dat kan soms nog aan kracht winnen. En dat is ook echt waarvoor we het doen. En tegelijkertijd, als we die natuur niet herstellen, kunnen we gewoon geen vergunningen verlenen. Niet voor nieuwe woningen, maar ook niet voor de energietransitie. Maar ook voor boeren zelf, hè? Die bijvoorbeeld vergunningen nodig hebben voor nieuwe stallen of wat dan ook. Dat kunnen we ook niet doen, omdat we niet kunnen aantonen dat de natuur het kan dragen. Dit klinkt misschien wat melancholisch, maar heeft u zelf wel hoop dat u denkt, dit kunnen we nog redden? Zeker. En als iets hoopvol is, is het natuur, omdat natuur waanzinnig veerkrachtig is. Dus wat je eigenlijk ziet is, we doen heel veel aan natuurherstel. De provincies doen dat, hè, want die zijn verantwoordelijk voor natuurbeheer in Nederland. En wat je eigenlijk ziet is daar waar we herstellen, dat het ook echt heel snel gaat. Omdat die natuur echt heel veerkrachtig is. Alleen, alles wat we nu investeren in natuurherstel is dweilen met de kraan open, zolang we die stikstofkraan niet dichtdraaien. Want je kunt wel herstellen, maar als die stikstof maar blijft neerslaan, blijven we maar verslechteren. En is het een vorm van dweilen met de kraan open. Dus daarom is het zo belangrijk dat we nu heel snel echt die stikstofreductie verminderen. Dat we werken aan onze waterkwaliteit en onze klimaatdoelen halen. Ook voor de agrarische sector. En tegelijkertijd natuurherstel inzetten en daarop gaan versnellen. Uw titel is natuurlijk minister voor natuur en stikstof. Dus denkt u dat die twee evenredig veel aandacht krijgen? Nee. Sterker nog, heel veel mensen denken wel eens dat ik de minister van landbouw ben. Die komen altijd bij mij over mest en...
nou, derogatie en de agrarische sector. En zeggen, ik ben geen minister van Landbouw. Ik ben minister voor, ik moet de natuur herstellen. Dat is mijn kerntaak. En dat kan alleen maar door veel minder stikstof uit te stoten. Maar achteraf denk ik, ja, de titel... Ik denk dat dat is, je weet hoe dat gaat, hè? Dan zitten alle partijen te onderhandelen en er wordt zo'n werktitel, dat wordt dan bedacht en dat blijft dan zo. Maar of het nou echt heel handig is, dat weet ik ook niet. Maar dan eigenlijk voor de volledigheid zou het minister voor Natuur, Stikstof, Klimaat en Water met de agrarische sector moeten zijn. Dan zou het dat zou een ideale titel zijn. Ja, maar het gaat natuurlijk veel te weinig over natuur en veel te veel over stikstof. Dat, De voormalige minister van Landbouw, Henk Staghouwer, dat is uw voormalige collega, stapte eind vorig jaar op. En ingewijden zeggen dat dat misschien was omdat hij te weinig vertrouwen voelde vanuit de Tweede Kamer. En hij zei zelf dat hij niet de goede man voor deze crisis was. Dus voelt u wel dat vertrouwen? Ja, er is ook een ruime kamermeerderheid voor mijn beleid. Dat is echt wel tussen de 110, 115 zetels wat gewoon steunt. Maar ik snap ook wel dat in de beeldvorming het soms anders is. Er zijn natuurlijk heel veel eenmansfracties die ook tijdens die debatten natuurlijk allemaal... die spreken net zoveel als een Kamerlid namens een grotere partij. Dus soms is het in beeld wel eens dat ik ook wel eens denk van... oh, heb ik hier nog wel steun? Mm-hmm. Maar als je dan gewoon weer kijkt bij moties die worden ingediend... en dan is er gewoon een ruime Kamermeerderheid voor de aanpak van... voor mijn aanpak of voor het beleid dat we inzetten. Ja. In de Tweede Kamer heeft u wel een meerderheid, maar in de Eerste Kamer is dat misschien niet het geval. En zeker met de aankomende verkiezingen lijkt het er niet op dat de kabinet een meerderheid gaat halen in de Eerste Kamer. Dus voelt u daar ook wel dat vertrouwen dat u denkt, mijn plannen komen er wel doorheen? Ja, dat gaan we zien. Dat gaat natuurlijk vooral bij wetgeving. Niet zozeer beleid, maar vooral wetgeving. En dan moeten we op zoek naar meerderheden. Maar dat zijn we ook wel een tijdje gewend vanuit het kabinet. Dus dat kan over links, dat kan over rechts. In mijn geval denk ik eerder over links. Die gesprekken gaan we dan weer voeren. Ja. Nou, we kregen niet altijd steun. Want vorig jaar in augustus blies Wopke Hoekstra natuurlijk bijna de hele coalitie op... toen hij de stikstofdoelstellingen voor 2030 niet heilig noemde... Nou, naar de hand was u te gast bij College Tour en daarbij noemde u hem een van de vele vliegen die om u heen zoemden, maar waar u liever niet te veel aandacht aan wilde geven. Dus mevrouw Van der Wal, wie is op dit moment de grootste vlieg in uw leven? Nou, dat zijn er te veel om op te noemen. Nee, wat je nu ook weer heel erg ziet in verkiezingstijd is natuurlijk... Ja, iedereen vindt wat van stikstof. Het is ook logisch, want het zijn provinciale statenverkiezingen. Dus een stikstof ligt een deel ook bij de provincies. Die ook verantwoordelijk zijn voor het natuurbeheer in Nederland. Dus wat je nu ziet is dat iedereen het weer over stikstof heeft... en de zin en de onzin werkelijk weer over tafel vliegen. Ja. En dat gaat van mensen en partijen die gewoon het hele stikstofprobleem ontkennen... tot en met partijen die zeggen het moet sneller... ik hoor het allemaal aan. En ondertussen en ook achter de schermen ben ik vooral bezig met gewoon doorgaan volgens de planning. Om met name richting komende zomer, wat een heel belangrijk moment wordt, gewoon door te gaan. Je moet je niet te veel laten afleiden. Dat wilde ik er toen mee zeggen. Ja. En heeft u het weer bijgelegd met de Wopke Hoekstra? Tuurlijk, meteen heel snel al. En dat moet ook, want je bent met elkaar een kabinet. En jullie zullen allemaal werken en... ook en in teams werken, of het nou je op je studie is of bij een bijbaan of wat dan ook. En in ieder team is wel eens een discussie. En alleen het punt is, het verschil met de politiek is, er lopen 24/7 camera's rond, journalisten rond. Ook in de Tweede Kamer, hè, lopen continu journalisten rond. Dus ik wel eens denk van ja, bij ieder gemiddeld ander bedrijf, waar 24/7 journalisten door de gangen zouden lopen, van kantoor naar kantoor, denk je nou nooit dat er niet eens een vervelend nieuwtje naar buiten zou komen. Dus ja, dat hoort gewoon bij het vak politiek. En daar hoort ook bij dat je het gewoon weer bij kunt leggen. Ja. We zouden heel graag in uw woorden willen horen hoe u deze crisis waar Nederland nu in verkeert zou samenvatten. Dus stel, iemand hier in het publiek heeft sinds 2019 geen krant meer gelezen. Hoe zou u dan de crisis waar we nu in zitten uitleggen? Dan zou ik vertellen dat op 29 mei 2019 de Raad van State een uitspraak heeft gedaan. En die heeft tegen Nederland gezegd, jullie hebben nu te lang beloofd dat je de natuur gaat herstellen. Maar je doet het niet. En je mag pas weer vergunningen verlenen als je ook echt de natuur aan het herstellen bent. En de enige manier om dat te doen
is eerst echt minder stikstof uitstoten. En dat betekent het echt doen en niet meer beloven. En dat is natuurlijk wat we deden met de programmatische aanpak stikstof voor die tijd. Daar zeiden we, ja, ja, we geven vergunningen. En ja, ja, we gaan ook nog minder stikstof uitstoten en de natuur herstellen. Alleen we deden het niet. En dat is de grote gamechanger. En dat zie je eigenlijk ook in uitspraken daarna. Je moet het echt laten zien en je moet het echt doen. En dat betekent dat ook letterlijk de koeien uit de stal moeten. En dan pas heb je aantoonbaar, onontkoombaar de situatie dat je ook echt minder stikstof uitstoot. En zo zou ik het denk ik uitleggen. En dan als je dat daadwerkelijk doet, het stikstofbad leger maken, ja, dan pas creëer je weer ruimte om vergunningen te verlenen. Want 2019, dus 4 jaar geleden, wat is er in de tussentijd gebeurd? Nou, heel veel, maar als je kijkt naar het resultaat, heel weinig. Want we hebben in totaal van 370 molen, hè, stikstofmol, moeten we reduceren. We hebben er nu 5 tot 7 hebben we nu gerealiseerd met elkaar. Dus dat is echt nihil. En dat is ook de reden dat ik heb gezegd van ja jongens, als we zo doorgaan, dan schiet het echt niet op. Dus daarom die piekbelasters aanpak, advies van Johan Remkes ook. Waarbij we nu versneld met een groep van 3000 ondernemers, agrarisch ondernemers, dicht bij Natura 2000 gebieden natuurlijk kijken van joh, hoe kunnen wij echt in 2023 de keuzes maken om fors minder stikstof uit te stoten. En dat is ook echt nodig, want we moeten dat wiel aan het draaien krijgen. We hebben dus die piekbelasters aanpak is 1, dat is nu echt voor dit jaar. En daarnaast hebben we het Nationaal Programma Landelijk Gebied, waarbij we echt per gebied kijken, wat is hier gebaseerd op water en bodem. Want een veenweidegebied is een heel ander gebied dan een hoge, droge zandgronden. En dan ga je echt per gebied gaan we inzoomen. Van wat gebeurt hier nou? Wat is de staat van de natuur? Wat kan hier nog? Hoeveel stikstof moeten we hier reduceren? Hoe gaan we voldoen aan onze waterkwaliteitsdoelen? Klimaatdoelen voor de agrarische sector? Dan moeten we echt per gebied de puzzeltjes gaan leggen hoe we dat kunnen realiseren. Maar waarom is er zo lang mee gewacht met het aanpakken van het verbeteren van de natuur? Ja, dat is een goede vraag, omdat wij het probleem gewoon maar voor ons uit hebben geschoven. Wij de politiek? Ja, allemaal. Ja, kijk, we hebben in 2013 het natuurbeheer gedecentraliseerd naar de provincies. Dat was eerst een rijkstaak en dat is gedecentraliseerd naar de provincies. Dus die provincies zijn verantwoordelijk voor het natuurbeheer. Ik ben stelselverantwoordelijk. Ja, die staat van de natuur is gewoon niet goed. En dat is in brede algemene zin zo. En dat is specifiek voor die Natura 2000 gebieden zo. En ja, dan bungelen we echt onderaan de lijstjes als het gaat om Europese lijstjes bijvoorbeeld. En dat komt omdat we te veel stikstof uitstoten. Ja, en we kunnen misschien wel stellen dat de boeren hier de dupe van zijn geworden. Want afgelopen zomer bereikten de protesten ook een hoogtepunt. In online groepen werd zelfs opgeroepen tot een burgeroorlog. Hoe heeft dat zo ver kunnen komen? Ja, dat mag je de overheid aanrekenen. Omdat wij dat probleem eigenlijk zo lang, en dan praten we echt over decennia, voor ons uit hebben geschoven. Wat je dan krijgt is dat het probleem steeds groter wordt. En dat de periode waarin je het kunt oplossen steeds kleiner wordt. En dan moet je in één keer die duidelijkheid gaan geven. En dan is wat het over 50% stikstofreductie gaat om 74% onder de kritische depositiewaarde van onze stikstofgevoelige natuurgebieden. Ja, dat is nog steeds ver weg, hè? Denk je, ja. Hetzelfde als 5 megaton. Dat is een klimaatdoelstelling voor de agrarische. Ja, 5 megaton, ja, het zal. En wat we natuurlijk van de zomer zijn gaan doen, is duidelijker gaan maken wat betekent dit per gebied. Ja, dan wordt het in één keer heel zichtbaar hoeveel impact dat heeft per gebied. Ja, en nu gaan we nog verder. Nu gaan we zo meteen inzoomen. En dan pas ga je zien wat betekent dit per boerenerf. En hoe duidelijker het wordt, hoe pijnlijker ook zichtbaar wordt hoeveel er nodig is. En dat is continu een dilemma tussen de sector ook. Iedereen vraagt om duidelijkheid. Maar ja, ik weet ook, die duidelijkheid geeft ook weer heel veel onrust. En dat is continu zoeken naar hoe ga je daar nou mee om? Door dat aan de ene kant wel te bieden en de voortgang erop te houden en tegelijkertijd de rust in de sector te bewaren. Ja, maar denkt u dat die onvrede misschien ook te maken heeft met dat de kloof tussen stad en platteland gewoon heel groot is geworden? Ja, ik ben niet van de kloof. Dan ben ik van wederkerigheid. En wat ik natuurlijk wel zie is dat in de Randstad, of
best, ja, hoe zeg je dat, stedelijke gebieden. Die nemen heel veel, hè, als ik het zo mag zeggen. Zoals je hier, hier worden de meeste data verbruikt. Nou, waar komen datacenters? Niet hier in Amsterdam, die landen in de regio. Energietransitie, grote opgave, ook in ruimtelijke zin, komt in de regio. Talent, ja, we halen heel veel uit de regio naar de steden waar het gebeurt. Dus in die zin is in de verhouding wat steden vragen van de regio heel veel. Maar wat de regio ervoor terugkrijgt, als je het hebt over wederkerigheid, is misschien wel te weinig. En, dus voor mij zit het veel meer daar. En vind ik een kloof? Nee, volgens mij moet de vraag zijn, hoe gaan we die wederkerigheid terugbrengen? En misschien is dat qua kostenbaten dan in de regio altijd wat minder interessant. Dan nog moet je daar wel oog voor hebben als je zoveel ook vraagt van een regio. Op het onderwerp stikstofuitstoot trekt het kabinet nu een vrij harde lijn. Ten koste van economische groei van bijvoorbeeld de agrarische sector. Maar een andere crisis waar Nederland nu in verkeert is dus de klimaatcrisis. Maar op het moment worden Shell en Tata Steel nog niet uitverkocht. Dus waarom trekt de overheid wel zo'n harde lijn bij de stikstofcrisis, maar niet bijvoorbeeld bij de klimaatcrisis? Nou, wij trekken een punt 1. Een natuur, biodiversiteit en klimaat kun je niet loszien van elkaar. Dus echt, dat is eigenlijk 1. Mm-hmm. 2, je kunt industrie en agrarische sector niet met elkaar vergelijken. Ik kan hier een heel scheikundig verhaal gaan ophangen over dat NOx, wat vooral door de industrie wordt uitgestoten, waait namelijk heel ver over. Dat exporteren wij vooral naar het buitenland. NH3, ammoniak, wat vooral uit de veehouderij komt, slaat dichtbij neer in natuurgebieden. Dus daar hebben wij ook het meeste te doen. Dat zou ik kunnen doen, maar het feit is natuurlijk ook dat industrie en de agrarische sector, het is bijna appels met peren. En wat je ziet is dat bij de industrie het accent heel erg ligt op vergroenen, verduurzamen, CO2. En daar nemen we stikstofdoelen eigenlijk in mee. En dat is precies andersom in de agrarische sector. Dus daar ligt het accent heel erg op stikstof. En dan nemen we klimaatdoelen eigenlijk in de slipstream mee. Dus de aanpak is redelijk eigenlijk best hetzelfde. En als ik kijk naar de industrie, hoeveel zij moeten leveren als het gaat om het verduurzamen van Nederland, is enorm. En in de industrie beginnen we eigenlijk met verplicht instrumentarium. Want daar worden gewoon vergunningen bam aangescherpt. Terwijl we in de agrarische sector verplicht instrumentarium als eindstation hebben. Dus het is moeilijk om met elkaar te vergelijken. Maar ook van de industrie vragen we ontzettend veel. Uiteindelijk vanuit ook de paraplu of het perspectief dat iedereen gewoon heel veel moet bijdragen aan het verduurzamen van Nederland. En ik zeg net inderdaad economie, natuur. Het gaat natuurlijk om die balans. We hebben gewoon decennia lang te veel vanuit economische groei te veel gevraagd van onze natuur. En dat betekent niet dat we moeten stoppen met economische groei, want we moeten het geld echt verdienen in Nederland. En wij als overheid moeten ook gewoon de politie en de zorg en alles kunnen betalen. Maar dat betekent wel een groene economie. En een economie die de natuur kan dragen. En dat is een beetje een nieuwe balans zoeken met elkaar. Maar dat is echt cruciaal, dat is echt nodig. Ook voor onze eigen leefomgeving. En dan gaat het niet alleen om stikstof, maar dan gaat het echt om het verduurzamen, schone lucht. Echt onze stank en geur is ook een groot probleem in de agrarische sector. Maar ook in de industrie. Ja, dat zijn allemaal aspecten. Dat moet terug in balans. Er is inderdaad veel overlap. Dus bijvoorbeeld ook als je kijkt naar vleesconsumptie, heeft natuurlijk veel met boeren en met klimaatverandering te maken. Maar toch worden die crisis wel vrij apart behandeld. Ook bijvoorbeeld de ministersposten. U bent er, maar dan is er ook uw collega Jette. Is het niet misschien efficiënter als we zouden spreken van een klimaat- en natuurcrisis? Of als we die samen zouden oppakken? Ja, het goede nieuws is, we pakken hem samen op. Hè. Dus we werken heel nauw samen. Ook overigens met het ruimtelijk domein, hè, met Hugo de Jonge. Want uiteindelijk moet het ook allemaal nog ergens landen in een piepklein landje met een enorme bevolkingsdichtheid die ook nog eens groeit. Dat is echt een uitdaging. Dus daar werken we heel goed op samen. Maar ik ben het met je eens, naar buiten toe moeten we veel meer uitdragen dat natuur, biodiversiteit en klimaat, dat bijna één is. Daar ben ik met je eens. Ja. Denk je dat economische groei binnen de landbouwsector nog mogelijk is als we inderdaad alle Natura 2000 gebieden willen beschermen? Groei in de landbouwsector? Ja. Het probleem is, juist de afgelopen
jaren ook. Ja. Nee, zo decennia. Dus wat je ziet is, groei is mogelijk gemaakt door innovatie. Mm-hmm. Dus wat je zag is met bijvoorbeeld stalinnovaties. Nou, hartstikke goed. Maar banken financieren dat alleen maar als ook je productie weer stijgt. Dus het is een soort red race geworden. Van eigenlijk productieverhoging, dus groei. Maar ja, qua stikstofuitstoot zijn we nog een stap naar beneden gezet. Dus groei is echt wel een ingewikkelde. Of er moeten nog innovaties komen in de toekomst, waardoor wij gewoon in staat zijn om emissieloze te ondernemen. Dan zou het misschien nog kunnen. Maar als je het hebt over een nieuwe balans tussen economische activiteiten en natuur, ook in de agrarische sector, moet de agrarische sector natuurlijk echt veranderen. En nou, dat is ook waar Piet Adema mee bezig is, op dit moment ook met het landbouwakkoord. Echt te kijken van hoe ziet nou die toekomst van die agrarische sector eruit, bijvoorbeeld in 2040 of 50. Waarbij Nederland klimaatneutraal moet zijn. Hè? En wat betekent dat dan voor de agrarische sector? En hoe ga je nou toe naar een agrarische sector die inderdaad in balans is met de omgeving en nou ja, extensiever is? Dus een andere verhouding tussen het aantal dieren en de hoeveelheid grond. Maar ook thema's als dierwaardigheid, zoonozen, wat natuurlijk echt een probleem is, een risico is. Vanuit uw partij, de VVD, krijgt economische groei vaak soms voorrang boven andere belangen. Dus past dit alles nog wel binnen het gedachtegoed van de VVD? Nee, absoluut. Maar het begint wel met het erkennen dat de economische groei zoals we die hebben gehad, dat groener moet. En daar ben ik in ieder geval een VVD'er van die daar groot pleitbezorger van is. En nogmaals, ik vind wel, het antwoord is niet stoppen met groeien. Want dan... We moeten onze welvaart, willen we ons welvaartsniveau behouden, laat ik het zo zeggen. En willen we voldoende kunnen blijven investeren in zorg, in onderwijs. Dat moeten we ergens vandaan halen met elkaar. Dus die economie is echt heel belangrijk, maar wel op een groene manier. Cruciaal, ook voor onze eigen leefomgeving. Maar ook om Nederland gewoon een beetje schoner door te geven, toch? Ik ben zelf moeder. Ik wil ook weer dat mijn kinderen kunnen genieten van een mooie Nederland. En het liefst ook weer kleinkinderen en generaties daarna. Ja. Ja. Ja, u noemt zichzelf een groene VVD'er. Maar van 2017 tot 2022 was u de partijvoorzitter natuurlijk van de VVD. Ook een tijd waarin de VVD stemde tegen de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km per uur. En tegen subsidie voor windmolens. Dus ik vraag een beetje af, waar komt die begaanheid met de natuur dan vandaan? Bent u dan echt inderdaad begaan met de natuur? Of is het misschien ook een beetje dezelfde VVD-retoriek als 6 jaar geleden, maar dan in een soort nieuw omhulsel? Nee, 2 dingen. 1, het is als partijvoorzitter vind je niets van de inhoud. En ik kan je vertellen, dat vond ik super moeilijk. Want je zit altijd op je tong te bijten tijdens hoofdbestuursvergaderingen. Maar dat is terecht strikt gescheiden. Dus het inhoudelijke primaat ligt echt bij de fractie. En ik als partijvoorzitter ben je echt verantwoordelijk voor de vereniging en de organisatie erachter, talentmanagement, ledenwerving, nou, noem maar op. Dus dat is 1. 2, ik schaam me kapot voor de slogan die we ooit hebben gehad met windmolens draaien op subsidie. Ik echt, hoe hebben we dat kunnen doen? Maar dat was ook nog voor die tijd, hè, 2014 denk ik. Nee, maar ik heb er altijd heel veel mee, ook als ik wethouder in Harderwijk was. Met natuurinclusiviteit, groene binnensteden, het belang van groen. Groene leefomgeving. Ik heb er altijd heel veel mee gehad. Ja. Vindt er dan een beetje een soort groene omslag plaats binnen de VVD? Durft u dat te zeggen? Nee, het is geen groene omslag. Ik ben blij dat ik bij een partij hoor die altijd open staat voor scherpstellen en nieuwe inzichten. In plaats van halstarrig willen vasthouden aan wat je altijd al hebt gevonden. En de negatieve uitleg is dan, bij politici van welke partij dan ook, hè? Van, iemand draait. Dat hoor je sommige journalisten ook wel zeggen. Die draait. Denk ik, nou, gelukkig. Want volgens mij is echt bijna een recht dat je hebt als mens, is dat je je mening scherp stelt of verandert of je standpunt een keer aanpast. Dat is toch alleen maar mooi? Dat betekent dat je open in de wereld staat en nadenkt en... Nou, dat blijft scherpstellen. Ik vind dat alleen maar heel gezond en goed. En dat moet ook. Ja, goed. Dan gaan we nog even terug naar uw beleid. Want uw beleid heeft natuurlijk wel tot gevolg dat er heel veel boeren moeten stoppen met hun werkzaamheden.
Maar landbouw is ook wel een beetje het paradepaardje geweest van de Nederlandse economie. Want van alles wat de Nederlandse boeren produceren gaat ongeveer 75% de grens over. Denkt u dat Nederland te veel boeren heeft? Het gaat oprecht niet om het aantal boeren. Het gaat om de manier waarop wij ondernemen. En dat is, dan hebben we te veel, en dan gaat het met name over industriële intensieve veehouderij. Maar wij sturen op emissiereductie. En wij sturen op het behalen van de waterdoelstellingen voor schoon water. En het halen van klimaatdoelen. En ik stuur dat op 2030, hè, maar dat zijn tussendoelen. Want daarna zijn we er nog lang niet, zeg ik erbij. Maar daar sturen we op. En ja. Ik vind het helemaal niet zo heel interessant met hoeveel boeren. Ik denk dat er voor heel veel boeren in Nederland heel veel toekomst is. Alleen wel op een andere manier dan het nu gaat. We weten dat er ontzettend veel boeren zijn die willen stoppen, omdat ze geen opvolging hebben. En nu echt wel nadenken van, ja, zou ik dan gebruik maken van zo'n regeling? Ja, en dat biedt dan ook weer ruimte en perspectief voor boeren, voor de blijvers. En voor bedrijven die wel opvolging hebben. Om bijvoorbeeld die grond weer op te kopen. Om het bijvoorbeeld extensiever te doen in combinatie met agrarisch natuurbeheer. Op een natuurinclusieve manier. Ja, en dan is er heel veel toekomst voor heel veel boeren. En dan denk ik dat wij ook als Nederland toonaangevend wereldwijd kunnen blijven. Met onze agrarische sector. Want we zijn natuurlijk als een van de eerste landen tegen die muur aangelopen in 2019. Maar op dit moment is het eerlijke verhaal wel dat er heel veel landen om ons heen bellen. En ook mij bellen van, joh, hoe doen jullie dat nou in Nederland? Met die integrale benadering van en stikstof en water en klimaatdoelen in één keer met die agrarische sector. Want die lopen er ook tegenaan. Die lopen keihard tegen dezelfde muren. Dus ik denk dat wij met onze kennisinstellingen, kijk naar Wageningen, zijn we natuurlijk echt wereldberoemd mee. Dat we daar echt toonaangevend kunnen blijven als Nederland. Maar wel op een andere manier. Nederland is natuurlijk ook vrij toonaangevend, omdat we natuurlijk gewoon zo'n plat land zijn, heel geschikt voor de landbouw. Maar in andere landen kijken ze bijvoorbeeld ook vooral voor Nederland als toonaangevend aan in het oplossen van deze crisis. In Duitsland zegt bijvoorbeeld, ja, we gaan gewoon kijken wat ze in Nederland doen en dan doen we dat na. En dan kunnen we dit vast ook oplossen. Ja, wij zijn enorm. Het is logisch dat onze agrarische sector nu ook staat waar die staat. Dat hebben wij als overheid aangemoedigd. Dat heeft Europa ook aangemoedigd. De Europese subsidies, wij hebben dat aangemoedigd. Maar we zijn ook wel een enorm vruchtbare delta. Dus dat is ook logisch. Maar in Duitsland lopen ze nu tegen stikstofproblemen aan. Niet zozeer vanuit de natuur, maar veel meer vanuit waterkwaliteit. Dat zie je in Luxemburg, Denemarken, Spanje. Maar echt die waterkwaliteitsdoelen. In 2027 moeten we voldoen aan de kaderrichtlijn water. En eigenlijk zie je dat heel weinig lidstaten vanuit Europa daaraan kunnen voldoen. En ja, een van de grote oorzaken daarvan is stikstof, of NH3, en dat een uitspoeling. En dus dat zie je nu steeds meer. Want kijk naar Vlaanderen, waar ze ook proberen ze een rechtszaak te voorkomen en een soort economische lockdown te voorkomen. Dan hebben ze hetzelfde probleem. Alleen, wij hebben gewoon heel veel intensieve veehouderij dicht bij Natura 2000. Dat is waarom wij vooral een natuurprobleem hebben. Voelt u dan ook een soort Europese verantwoordelijkheid? Of u nu een voorbeeld moet stellen voor andere landen? Nee hoor, we wisselen ideeën uit en we leren van elkaar. En we hebben allemaal goed contact. Dus dat is, Maar het zou wel mooi zijn, toch? Ja, fantastisch. En daarom zei ik ook, ik denk dat we nu ook weer toonaangevend kunnen zijn als Nederland. En een voorbeeldfunctie kunnen hebben. Ja. Ja. Maar goed, Nederland is natuurlijk wel groot geworden met het model van bio-industrie op zo'n heel massaal niveau. Zegt u dan eigenlijk dat dat niet meer houdbaar is, dat dat niet meer kan? Nou, wat je ziet is dat we de afgelopen decennia, met name afgelopen jaren, heel erg veel in hebben gezet op innovatie. En dat je eigenlijk ziet dat natuurlijk steeds moeilijker wordt. Want je ziet ook dat sinds 2010 die reductie gewoon stagneert in de agrarische sector. En echt die end-of-pipe innovaties, dus gesloten stalsystemen met aan het eind een luchtwasser, ja, dat gewoon onvoldoende is om uiteindelijk die hele reductie te gaan halen. Dus je zult ook met andere innovaties moeten kijken om die reducties te gaan halen. Of in combinatie met andere maatregelen. Uiteindelijk moet het haalbaar zijn. Ja, ja.
Maar boeren zijn natuurlijk ontevreden omdat ze de hele tijd richting die megastallen zijn opgeduwd. En nu moeten ze vervolgens alles weer inleveren. Heeft de politiek hen gefaald, denkt u? Nou, wij hebben als overheid, ik ben de eerste die dat altijd erkent. Dat hebben wij zijn de veroorzakers van het probleem, niet de boeren. Ja. Wij hebben als overheid, eigenlijk al, eerst was het nooit meer honger. Logisch, hè? Na de Tweede Wereldoorlog was het manshold, meer honger. Daarna zijn we enorm gaan intensiveren, enorm gericht. Alles was gericht op productie. Ten koste van heel veel. Hè? Dus een kavel noem je dat, hè? Een weiland. Ja, dat is gewoon maximaal benutten. Terwijl vroeger hadden we natuurlijk daar ook nog wel die bufferstroken, landschapselementen. Nederland zag er echt anders uit. Hè? Je hebt daar een hele mooie website voor. Toporeis.nederland.nl. Zo, moet je maar eens googlen. Supermooi. Als je dan inzoomt, jaren 60, jaren 70, jaren 80. En je ziet hoe dat landelijke gebied is veranderd. Dat is immens. En dat heeft natuurlijk te maken dat we maar die productie wilden maximaliseren. Ja. Alles gericht op efficiëntie. Terwijl, we hebben toen wel heel veel verkeerde dingen aangemoedigd als overheid. Mm-hmm. En dat ik nu ook wel eens denk, hadden we maar al die landschapselementen langs die kavels, wel meidoren, alles supergoed voor de biodiversiteit. Super. Ja, dat hebben we allemaal weggehaald. U zegt inderdaad dat inderdaad de overheid aan te rekenen is en dat u ook de eerste bent die die fout zal erkennen. Maar is het dan wel te rechtvaardig om dan nu de opdracht toch wel weer een beetje bij de boeren neer te leggen, dat zij dan nu hun industrie weer aan moeten passen? Ja, dat is rechtvaardig, omdat het nodig is voor Nederland. En ik vind het rechtvaardig, omdat geld gaat nooit iets op gevoelsniveau goed maken. Maar we hebben wel 24,3 miljard om te helpen in die warme transitie. En hadden jullie het net over die andere landen die naar Nederland kijken. Maar op één ding kijken ze heel jaloers en dat is 24,4 miljard. Want dat hebben andere landen niet. Dat gaan ze ook niet bewerkstelligen. Dus daar is het veel echt harder saneren. En wij zetten echt in op een warme transitie. Waarbij we helpen, waarbij we de tijd hebben tot en met 2030. En waarbij ook onze stoppersregelingen, ook nu, die we nu in Brussel hebben liggen, echt heel, heel royaal zijn. En dat vind ik juist rechtvaardig, precies om wat jij zegt. Omdat er ook wel een hele grote transitie nodig is. Ja. Is het nu misschien tijd voor wat vragen uit het publiek? Voordat we straks natuurlijk ook nog even over de Provinciale Statenverkiezingen gaan praten. Dus heb je een vraag, steek inderdaad je hand op en dan kiezen wij er een paar uit. Hier iemand vooraan. Ja, dankjewel voor deze bespreking. Ik vroeg me eigenlijk af, heel veel kritiek is erop dat er weinig perspectief is voor de boeren. Daarvoor is ook de vorige landbouwminister opgestapt volgens mij. Maar als we kijken naar het buitenland, dan zien we dat ze naar Nederland kijken. Want Nederland doet het intensief met klein landgebruik, weinig CO2-uitstoot per productie. Die zeggen eigenlijk Nederland is het voorbeeld omdat we zo efficiënt zijn. Maar nu willen wij eigenlijk terug, zoals u zegt, naar iets minder efficiënt of naar iets extensievers. Waar is dan de balans? Wat is uiteindelijk de balans die we daarin moeten trekken? Hoe intensief moeten we zijn? Want dat mist, denk ik. Niemand weet wat we eigenlijk willen uiteindelijk. Heeft u enig idee? Wat is uw visie daarop? Of heeft u enig idee? Dat is een hele goede vraag. En dit is precies waar dat landbouwakkoord nu over aan het spreken is. Wat is dat, noem je de GVE-norm? Gewoon hoeveel koeien per hectare? Dus dan gaan we extensief. En dus een boer die zegt, ik heb 100 koeien. Nou ga ik grond erbij kopen van de buurman. Ja, hoeveel grond moet ik er dan bij kopen? Wil ik aan die GVE-norm voldoen? Dit is precies het gesprek waar dat landbouwakkoord nu over gaat. Dat moet volgende maand klaar zijn. En anders dan neemt het kabinet dit soort besluiten, want we moeten door. Maar het wordt steeds belangrijker dat perspectief er komt. En dat heb ik natuurlijk als minister ook keihard nodig. Ook in het Nationaal Programma Landelijk Gebied, met al die gebiedsprocessen, is dit informatie die je gewoon in technische zin nodig hebt. Maar vooral ook gewoon, de boeren krijgen van mij heel veel nieuws van waar ze allemaal aan moeten voldoen. Hoe dan die bedrijfsvoering eruit ziet, en hoe nou de toekomst van die agrarische sector eruit ziet, laat ik dat het zoet noemen, dat moet er natuurlijk echt bij. Ja. We hebben misschien nog een vraag. Ik zie daar achterin volgens mij aan het gangpad. Ik heb net een
kijken. Zo. Ik had een vraag over, want u zei dat heel veel mensen veel van u vragen. Dus aan de ene kant van stikstof bestaat niet. En aan de andere kant heb je alles moet sneller. Maar komen mensen ook regelmatig naar u toe met waardevol advies of waardevolle suggesties van hoe het dan sneller kan? En neemt u die adviezen dan ook mee? Heeft u ook goede zeg maar, voorbeelden dat het, of het nou oppositiepartijen zijn of samenwerkingspartijen, dat als ze een waardevolle suggestie hebben, dat ze daarmee naar u toe komen? Nee, zeker. En dat doen ze ook volop. En niet alleen coalitie- of oppositiepartijen, maar ook sectorpartijen. Dus de agrarische sector zelf of natuurorganisaties. En ik sta sowieso altijd open voor goede ideeën. Dus ik kom erop. Alleen het punt is wel, je ziet dat heel veel goede ideeën en oplossingen zijn al gericht op stikstof. En dan denk ik, ja, maar we doen het nou juist integraal, dus ook waterkwaliteit en klimaatdoelen, anders dan creëren we lock-ins, zoals dat heet. Dus dan hebben we heel veel geïnvesteerd op het boerenerf om te voldoen aan de stikstofdoelen, maar dan blijkt dat dezelfde boer de klimaatdoelen en de waterdoelen niet kan halen. Dus vandaar dat ik het zo belangrijk vind dat we in één keer al die drie doelen tackelen, om het zo te zeggen, om die desinvesteringen eigenlijk te voorkomen. En nou ja, de goede oplossingen die gericht zijn op alle drie, dat is, die komen iets minder vaak voor, moet ik zeggen. Maar voor goede oplossingen sta ik altijd uit het open. En ook in de Tweede Kamer tijdens debatten. Altijd met een open blik te kijken van nou, wat kunnen we hiermee? En zo zijn we bijvoorbeeld op dit moment bezig met de agrarische sector. Om te kijken, is er een alternatief in de wet die wij hebben voor ons doel? Als omgevingswaarde, kritische depositiewaarde heet dat. Nou, daar hebben ze ideeën over. Nou, daar zijn we ook oprecht het gesprek nu aan het voeren met elkaar. Van hoe kan dat anders? Is er een alternatief dat juridisch houdbaar is? En zo ja, nou, dan gaan we dat ook doen. Ja. Zijn er voor nog één vraag? Meneer hier op de tweederij met zijn laptop. Ja, dankjewel. We hebben het natuurlijk over de uitkoop van boeren en dure verduurzamingsprocessen, zowel in de agrarische sector als ook in de industrie. Is het dan nog wel reëel en eerlijk om te spreken over economische groei? In de agrarische sector? Ja, maar waar ik mee bezig ben met de agrarische sector is het halen van die doelen en te zorgen voor een nieuwe balans tussen economie en natuur. Die nu zo is. Dus nog meer dit en niet dit doen, ja, dat brengt geen balans terug. Dus volgens mij moeten we daar wel helder over zijn. Maar dit is precies wat jij ook zei. Hoe ziet nou die toekomst van die agrarische sector eruit? Ja, daar is collega Piet Adema nu mee bezig met dat landbouwakkoord. En daarom is dit zo cruciaal. En waar ik natuurlijk vooral mee bezig ben, is hoe gaan we nou die natuur herstellen? Zodat we ook weer vergunningen kunnen verlenen. En hoe zorgen we er nou voor dat we ook echt die stikstofkraan dichtdraaien? Dat we ook echt die natuur en die water- en klimaatdoelen gaan halen? Maar hoe echt die toekomst in de agrarische sector, dat heel anders zal zijn dan nu, ja, dat lijkt me duidelijk. Niet meer bang te zijn dat we niet meer economisch gaan groeien? Wat natuurlijk wel de echte eerlijke gesprekken nu zijn, ook in het landbouwakkoord, is in hoeverre is dat hele systeem wat we hebben nog houdbaar? Ook als je ziet van hoeveel... Wij importeren enorm veel. We verwerken dat in Nederland met alle milieudruk van dien, als ik het zo mag zeggen, om vervolgens 75% te exporteren. Kunnen we dat als klein land dragen? Dat zijn natuurlijk wel gewoon de gesprekken die gevoerd moeten worden. En waar we een antwoord op moeten vinden met elkaar. Nou. Bedankt voor de vragen. Dan gaan we even kijken. Deze crisis duurt nu inmiddels al bijna 4 jaar. En elke zoveel maanden komt er weer een extra staartje of is er weer een nieuw dilemma of een uitspraak van de Raad van State. Zou u nou kunnen zeggen wanneer klaart deze grijze wolk op en is Nederland verlost van stikstof? Nou, dat gaat echt nog heel lang duren. Dus even stap voor stap. Nee, ik hoop echt dat het lukt dat we met die piekbelasters aanpak, dus die groep van ongeveer 3000 ondernemers dit jaar echt zo ver gaan komen dat 3000 ondernemers een keuze maken. Hoe ze echt fors minder stikstof uit gaan stoten.
Dat kan zijn met innovatie of verplaatsen of extensiveren of stoppen. Daar hebben we een regeling voor die echt zeer riant is. Daarnaast dat Nationaal Programma Landelijk Gebied. Ja, en als dat gaat draaien, dan ga je zien dat je per natuurgebied, of eigenlijk per gebied, steeds meer weer ook de situatie hebt dat je die natuur dusdanig aan het herstellen bent, dat je ook weer vergunningen kunt verlenen. En dan ga je stap voor stap zien dat het ook steeds minder een politiek thema zal gaan worden. Maar dat is echt stap voor stap. En ik heb niet de illusie dat ik in mijn kabinetsperiode dit probleem heb opgelost. Ik hoop alleen er een grote steen aan bij te dragen. Ja. Hoopt u dat, dat het een minder politiek probleem wordt? Ja, dat zou echt heel erg helpen. Ja, ja. Tuurlijk. Ja, dit is, kijk, hoe meer politieke discussie, het versnelt vaak niet. En we hebben juist snelheid nodig. En dat probeerde ik toen ook te zeggen met die vliegen. Ja, het is, weet je wel, van ontkenners naar. Maar we hebben snelheid. Het enige is, we weten voldoende. Het is een probleem. We hebben een uitspraak van de rechter. En we weten meer dan voldoende om te doen wat nodig is. En of het nou gaat om modellen en berekeningen die nog verder verfijnd moeten worden. Ja, moet allemaal nog veel beter, maar we weten voldoende. En vanuit dat besef is nu snelheid gewoon het allerbelangrijkste. Ja, maar goed, dit is niet de enige crisis die de laatste jaren onder Rutte's bewind is ontstaan. Denk aan de toeslagenaffaire, het onlangs verschenen vernietigende rapport over de gasboringen in Groningen. Gaan we over 5 jaar, misschien 10 jaar, een stikstofaffaire zien? Nou, ik doe er alles aan om dat te voorkomen. En dat is ook de reden dat ik bijvoorbeeld heel erg op het geld zit. Ik ben fondsbeheerder voor 24,4 miljard euro. Dat is onnoemelijk veel geld. En ik wil wel dat we de situatie hebben dat we dan, als we dat geld besteden, dat we dat op de goede manier hebben gedaan. Zodat we ook echt die transitie van de agrarische sector hebben bewerkstelligd. Dat we ook echt de natuur aan het herstellen zijn. Dat we ook echt veel minder stikstof uitstoten. En ik heb altijd wel ergens in mijn achterhoofd van, oké, weet je, op een mooie dinsdagochtend ergens in 2028, als ik misschien het zaaltje van de parlementaire enquête binnenloop, dan wil ik wel echt ook vanuit dat perspectief kunnen zeggen, ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat iedere euro ontzettend effectief is besteed. Dus in die zin ben ik daar wel volop mee bezig om dit soort doemscenario's te voorkomen. Ja, maar als we dan ook het even samennemen met bijvoorbeeld de toeslagenaffaire en de gasboring in Groningen, waar ook heel veel mensen enorm ontevreden over zijn. Denkt u niet dat er een gemeenschappelijke oorzaak is voor dat soort problemen? Nou, kijk, ik vind hem heel moeilijk te vergelijken. We hebben nu ook, hè, met als je kijkt naar die piekbelastersaanpak, we hebben daar een stoppersregeling, die is helemaal vrijwillig. Boeren kunnen daar zelf over nadenken, ga ik wel of niet meedoen? En dat is ook nog eens een ontzettend riante regeling. Dus ik weet niet of ik die vergelijking. Het is aantoonbaar dat we veel te veel stikstof uitstoten met de agrarische sector. Het is aantoonbaar dat we onze natuur moeten herstellen. Daarin hebben we ook geen andere keuze. En we doen dat, vind ik, op een manier die natuurlijk heel veel frustratie en woede en ja, heel veel leed veroorzaakt bij heel veel gezinnen. Maar we doen er wel alles aan om het echt. Ja, wat ik zeg, het is echt wel een warme transitie. Daar doen we alles aan. Maar het leed wat u het over heeft, dat is misschien de factor die crisis samenbindt. Want ook met de toeslagenaffaire en de gasboring in Groningen. Ik denk dat dat dingen zijn waarbij mensen zich gewoon niet gehoord voelen. En dat de politiek Den Haag gewoon de taal niet om hen geeft. Zou dat niet een gemeenschappelijke oorzaak? Maar die kun je niet als één laag over de drie crisissen leggen. In Groningen zijn we gaan boren en hebben we misschien te weinig oog gehad voor de mensen die daar wonen. Ik had het net over wederkerigheid. We hebben daar heel veel genomen. Maar wat hebben we nou teruggegeven aan Groningen? Bij de agrarische sector is die natuurlijk misschien weer andersom juist. Die hebben we juist in de mogelijkheid gesteld zelf om heel veel te groeien. En hebben we zelf als overheid te laat op de rem getrapt. Dus in die zin vind ik hem ook lastig om te vergelijken. Wat ik wel vind is, en dat is wel een rode lijn, is die menselijke maat. En dat maatwerk. En dat is nou iets waar ik bovenop zit. Misschien wel geleerd vanuit de toeslagenaffaire. Maar is die menselijke maat. Dus ik wil echt in dat Nationaal Programma Landelijk Gebied, in die gebiedsprocessen, dat boeren goed aan tafel zitten. Dat er niet over hun wordt gesproken, maar dat we met ze spreken. En dat we daar niet
ja, star in zitten, maar dat we echt maatwerk bieden en per boerenbedrijf kijken wat kan, op welke manier en hoe gaan we daarbij helpen. En dat is een immense organisatie. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daar zijn we natuurlijk al maanden achter de schermen mee bezig om dit op te tuigen. En dat doen we samen met de provincies om dit, precies dit te organiseren. Dan gaan we even de toekomst in. Over 9 dagen, natuurlijk 15 maart, hebben we de Provinciale Statenverkiezingen die op de agenda staan. Worden hele belangrijke verkiezingen met als belangrijk thema ook stikstof. Dus wij zouden graag van u, we hebben een paar stellingen uit de stemwijzers geselecteerd. Nou zouden we van u graag weten hoe u daarop zou beantwoorden. Dus we hebben hier een heel leuk bordje. Die kunt u dan eens of oneens met de stelling die we u voorleggen. Het voelt als een beetje... Ja, het is wat lastig. Op de ene kant staat dus de eens, en op de andere kant... Kaartje rood als u voor bent of zo. Precies, dus, dit is gevaarlijk, hè? Ja. Gaan we even op reis door Nederland. Dus we beginnen in Noord-Holland, de provincie waar we nu zijn. En daar is een van de stellingen. De provincie moet strengere milieueisen aan Tata Steel stellen, ook al gaan daardoor banen verloren. Eens. Dan gaan we naar Noord-Brabant, het zuiden van Nederland. De hoeveelheid varkens in de provincie moet drastisch omlaag. Ja, kijk, dit is het nadeel van stemwijzers en daarom vul ik hem ook nooit in. Echt, ik heb het nog nooit gedaan. Want dit is geen vraag. Is dit serieus eentje dit is, van de stemwijzer? Dit is wat in de stem. Daarom vragen niet we ook aan u natuurlijk. Ja, nou ja, kijk, het punt is, kijk, dit zijn van die dilemma's. Want als ik zou zeggen duim omhoog, omdat ik denk dat het niet anders kan, willen we die stikstofdoelen halen. Tegelijkertijd zeg ik, ik stuur als minister niet op aantal stuks dieren. Nee. Ik stuur op minder stikstofuitstoot. Ja. Maar goed, omdat ik denk dat het niet kan zonder uiteindelijk dat we toch ook naar het aantal dieren, dan doe ik omhoog. Maar ik vind hem heel, het is eigenlijk niet in zwart-wit. Wat denkt u dat uw eigen provincie of uw eigen provinciale statenfractie heeft geantwoord? Geen idee. Die zeggen daar oneens, omdat zij natuurlijk inderdaad vrij fel tegen uw beleid zijn. Noord-Brabant is een van de plannen waar ze dus tegen als VVD-fractie tegen uw beleid stemmen. Dus hoe gaat u daarmee om? Nou, ze hebben niet tegen mijn beleid gestemd, hoor. Dat is, dan moet ik even ho ho. In de stemwijzer wel. Oh, in de stemwijzer wel. Ja, maar ik snap hem. Want je ziet mij ook. Mm-hmm. En in die stemwijzer zitten zoveel vragen. Die zijn niet ja of nee. Die zijn gewoon mm-hmm. genuanceerder. En dan is het altijd van, ja, wat doe je nou? Daarom vul ik die dingen ook nooit in. Mm-hmm. Maar het is een... Ja, ik snap het wel. Ja. Maar ze steunen het beleid, hoor. Dus dat is het punt. Mm-hmm. Gaan we nog even naar het oosten van het land, Overijssel. Daar is de stelling, de provincie moet de bedrijven die circulair werken voorrang geven bij aanbestedingen. De provincie moet bedrijven... Nou, daar zou ik... zitten. Ja. Okay. Dan gaan we naar uw eigen provincie, Gelderland. Om snel meer huizen te bouwen, mogen extra stikstofregels aan boeren worden opgelegd. Ja, dat mag. Dat is aan de provincie. Ja. Oké. Okay. Goed, dan richten we onze blik ook nog even op na de verkiezingen. In april krijgen de boeren de optie om zich uit te laten kopen door de overheid om zo stikstofruimte vrij te maken voor andere doeleinden. Maar die kans hebben ze tot 1 november. Maar heeft tot dit moment nog geen duidelijkheid gegeven over wat u precies gaat doen als niet genoeg mensen zich dus vrijwillig aanmelden. Dus wat gaat u doen? Oh, zo bedoel je. Nee, dat is even stap voor stap. Dus we hebben in april, wat ik wil is een menukaart, waar dus eigenlijk alle veehouders in Nederland inloggen. Of een website. En dan zie je voor welke regelingen je in aanmerking komt. Nou, voor die groep van 3000 is dat een hele, is dat een regeling die echt op 120% van je waarde zit. Maar ook boeren die niet tot die groepen horen, die... kunnen zien voor wat voor regelingen ze in aanmerking komen, om maar dat wiel aan het draaien te krijgen. Nou, specifiek voor die piekbelastersaanpak hebben we gezegd in november, thermometeren we van, hebben we voldoende reductie te pakken? Of niet alleen via stoppen te zijn, kan ook zijn via verplaatsen, extensiveren of innovatie of wat dan ook, of een combinatie daarvan. Ja, en als het dan echt onvoldoende is, dan moeten we per gebied gaan kijken, wat is nodig? En dan begint een nieuwe fase. En dan moet je gaan kijken, is verplichtend instrumentarium nodig? Ja, maar goed, dat geeft wel weer veel onzekerheid. Wat boeren zelf ook aankaarten als een van de grootste factoren van hun stress. Dus waarom geeft u daar geen uitsluitsel over? Omdat dat doen we. Even terug. Ik had ook mijn mond kunnen houden. En gewoon zeggen van, joh, we zien wel. Maar volgens mij ben ik klip en klaar.
We hebben een ambitieuze streefdoel als kabinet, namelijk 100 mol reduceren. Dat is fors. Maar het is ook afhankelijk van het natuurgebied of verplichtend instrumentarium nodig is. Je kunt helemaal niet generiek zeggen van jongens, als wij 100 mol niet halen, dan is dat nodig. Zo werkt het helemaal niet, want het gaat om de staat van de natuur. Sterker nog, het is de enige grondslag waar je op basis waarvan je überhaupt dit soort instrumentarium in kunt zetten. Dus de eerste stap en de eerste fase is, jongens, met die piekbelasters hebben we een doel. En dat is zoveel mogelijk stikstofuitstoot verminderen. En dan hebben we het echt over een forse reductie. Als dat ons lukt, met elkaar, ja, dan hebben we dat doel behaald. En dan gaat de rest via dat Nationaal Programma Landelijk Gebied verder. Ja, gaat nou echt geen boer instappen, ja, dan heb je een nieuwe fase en een nieuwe werkelijkheid. En we moeten uiteindelijk dit wel een keer doorbreken. Ja. Maar gaat dan dus, bijvoorbeeld stel, een boer die krijgt in april die menukaart voor zich en hij besluit dan om zich niet uit te laten kopen. Op het moment weigert u nog te zeggen dat u geen boer gaat uitkopen of geen boer gaat onteigenen. Dat is een optie die u nog niet heeft uitgesloten. Nee, dat zeg ik niet, hè? Dat zeg ik niet. Dus wat ik zeg is, eerst doen we het vrijwillige spoor. Daar heb ik namelijk belang bij. Want alles wat je, iedere stikstofruimte die je reduceert via een vrijwillig spoor, kun je inzetten voor de natuur en daarna voor die pasmelders. Dus, en vrijwillig levert snelheid op, want dat is ruimte die je meteen kunt inzetten. En verplichtend spoor is jarenlang juridisch gedoe. En dus dat levert die snelheid niet. Maar u geeft niet de garantie dat u dat spoor niet gaat bewandelen? Nee, zeker niet. Want als wij uiteindelijk dat wiel niet aan het draaien krijgen en echt onvoldoende reduceren, ja, dan begint een nieuwe fase waarbij we per gebied kijken, is verplichtend instrumentarium nodig. En daar ben ik klip en klaar over. En dat zijn we nu aan het voorbereiden. Ja. Dus ook daar wil ik gewoon voor de zomer laten zien van nou, dat zou dit en dat kunnen betekenen. Maar gaat er dan geen situatie komen waarop boeren dus die menukaart voor zich krijgen, dan besluiten om zichzelf niet uit te laten kopen, maar dan later alsnog onteigend gaan worden door de overheid? Ja, dat risico neem je dan. Ik wil niet zeggen dat het ook echt gebeurt. Want als in dat gebied heel veel gereduceerd is en de staat van de natuur is iets aan het verbeteren, of we hebben in ieder geval voldoende stikstof gereduceerd, ja, dan heb je ook geen verplichtend instrumentarium. Maar je kunt daar dus geen uitsluiting over geven? Nee, dat kan niet, omdat ik niet in die glazen bol kan kijken. Mm-hmm. Ja. Volgens de peilingen wordt de boer-burgerbeweging in zeker wat provincies in het oosten van het land, in het noorden, misschien wel de grootste partij na de verkiezingen. En zeker in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld Caroline van der Plas, vrij fel tegen uw beleid. Dus ziet u die winst, die potentiële winst van de BBB, als een bedreiging voor de uitvoering van uw plannen? Nou, het geeft altijd enig risico. Maar tegelijkertijd denk ik, doen wat boer-burgerbeweging zegt, betekent geen huizen bouwen, geen energietransitie, geen vergroenen van bedrijven, geen nieuwe wegen. Dat ga je gewoon niet kunnen vergunnen. Dus uiteindelijk denk ik, ja, ook in die coalitieonderhandelingen straks, dat dit wel de afweging is die wordt gemaakt. En anders wens ik de provincies veel sterkte. Maar je gaat gewoon als je dit niet doet, ja, dan ga je economisch in lockdown als provincie uiteindelijk. De voorbereiding hebben we ook gesproken met een aantal staatsleden, onder andere uit Zuid-Holland. En die zeggen dat de provincies hun plannen in juli af moeten hebben. Met gegevens die ze pas in april krijgen, dus best een korte tijd. Dus dit weekend stond in het NRC een groot artikel over het stikstofdebat in Zuid-Holland. En waarvan het statenlid van de SP, Frank Hoogendam, die we ze hebben gebeld, deze quote had: is het niet tijd om provincieel ongehoorzaam te worden en niet te wachten op het Rijk? Wat vindt u daarvan? Ja, de provincies weten genoeg. Ik weet ook niet precies welke duidelijkheid ze nog nodig hebben voor hun gebiedsprogramma, maar ze weten genoeg. Want we hebben in de zomer die stikstofdoelen indicatief verdeeld. We hebben nu de klimaatdoelen indicatief verdeeld. Ze weten de natuurdoelen, 30% moeten ze overbruggen. Dus het is allemaal bekend. Maar waar gaat dat dan mis? Als de provincie zegt, wij hebben niet genoeg informatie, maar u zegt, ze weten alles al. Ja, geen idee, maar ze hebben voldoende informatie om hun gebiedsprogramma's te kunnen gaan maken richting 1 juli. Ik begrijp het wel, want voor heel veel provincies liggen heel veel ingewikkelde keuzes op het bordje. En dat moeilijk is, snap ik heel erg goed. Maar waar komt dit dan vandaan, zo'n oproep tot ongehoorzaamheid? Ja, ook hier, kijk, jongens, we doen het samen. Het is niet zo dat ik van de provincies eis
dat ze met het Nationaal Programma Landelijk Gebied op deze manier mee moeten werken. Hè? Het is niet zo dat ik dat eis of het over de schutting gooi naar de provincies. De provincies willen dit. Die hebben bij mij, met het Rijk ook aangegeven, willen dit samen doen. Wij zitten dicht bij de gebieden. Wij kennen de gebieden. Wij zijn verantwoordelijk voor het natuurbeheer. Dus geef ons nou de regie op die gebiedsprocessen. Nou, top. Dus dat doen we ook samen. Daarvoor hebben we samen een organisatie opgetuigd. Ja, als er provincies zijn, uiteindelijk, omdat BBB zo groot wordt dat ze zeggen, we stoppen überhaupt met stikstof. Of omdat andere keuzes worden gemaakt. Of als provincies echt niet willen. Ja, jongens, dan niet. Dan is er een nieuwe situatie en dan doen we het generiek. Dan zeg ik op rijksniveau dat ik het doe. Ja, dan moet het zo. En dat kan ook gewoon. Hè? Bedoel, dan ga je kijken naar instrumenten als normeren en beprijzen. Of je ga je het minder gebiedsgericht doen. En uiteindelijk zou dat heel erg jammer zijn, want de boeren zijn daarvan de dupe. Want het is inderdaad niet zo alsof alle provincies per se heel erg welwillend tegenover uw plan. Er staan bijvoorbeeld 5 provinciale VVD-fracties die in bijvoorbeeld weer die stemwijzer, weer die beduivelde, die daar hebben gezegd, de letterlijke stemming, dat de provincies zich zouden moeten verzetten tegen het nationale stikstofbeleid. Dus er is wel degelijk wrijving tussen het in het Rijk. Ja, en tegelijkertijd, als ze weten heel goed dat er in ieder geval geen stikstof ontkent. Dus daar ben ik al ontzettend blij. Nee, serieus, hè? Dat had ook nog gekund. Dus er zijn gelukkig geen VVD'ers in de regio's die überhaupt stikstofproblemen ontkennen. De vraag is hoe. Ja, daarover moet je gewoon altijd met elkaar in gesprek zijn. En dat doen we ook. Maar ik denk uiteindelijk, jongens, als ook in die provincies zometeen onderhandeld wordt voor nieuwe colleges, welke partijen dan ook, iedereen weer diezelfde analyse gaat maken. En dan kunnen we nu allemaal, het geldt voor alle partijen, is het nu ook een beetje achterban bedienen. En dan straks moeten we heel goed weer kijken wat is nodig. Ja, en dan kom je gewoon niet tot een andere conclusie dat je toch echt die natuur zult moeten herstellen. Wil je ook weer in je provincie woningen kunnen bouwen en je energietransitie gaan halen. Ja. Want wat gaat u dan doen? Stel, die wordt echt gewoon een wrijving en de BBB wordt te groot en die gaan gewoon volledig op de rem trappen. En u gaat ze dan normeren, prijzen? Nee, dat is een nieuwe werkelijkheid. Maar punt 1, het is natuurlijk zo, we hebben het fonds van 24,4 miljard. Daarvan gaan we van de zomer kijken van hoe gaan we daarmee om? Ook voor al die gebiedsprogramma's moet geld komen, maar natuurlijk ook voor het landbouwakkoord. Dat moet je allemaal in samenhang bekijken. Ja, als er geen goede plannen komen vanuit de provincies, dan gaat er ook geen geld naar de provincies. Dus zo simpel is het ook. En dan ga ik als minister, en dan gaan wij in het kabinet nadenken van hoe gaan we nou met die situatie om? Als er een provincie is die zegt van wij weigeren goede plannen in te leveren. Ja, het werkt wel zo in dit land. Eerst goede plannen, die laat je toetsen en dan komt er wel of geen geld. En dat is wel de volgorde waar we ook aan vasthouden. Maar ik ben ervan overtuigd, in goed gesprek, dat we daar echt uit gaan komen. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar je zegt ook als soort ultieme optie dat u dan het op rijksniveau gaat uitvoeren, waar de boer dus weer de dupe van wordt. Moeten we dat niet ten koste van alles voorkomen? Ja, daar ben ik ook mee bezig. Dus daarom ben ik ook continu in gesprek en ook met alle gedeputeerden. En nogmaals, ik zie in de praktijk dat de provincies, ambtenaren, maar ook de bestuurders, met wie ik eigenlijk bijna wekelijks contact heb, die zijn gewoon hartstikke goed bezig. En er zijn al heel veel provincies die hebben hun gebiedsprogramma al bijna klaar. En dat gaat binnenkort naar de Staten. En er zijn provincies die hebben het al in de Staten gehad. Er zijn provincies die hebben hem op de planning voor mei of juni. Ik ben daar gewoon wat minder negatief over. En ik denk nogmaals dat uiteindelijk iedere provincie zelf de afweging maakt van niks doen is geen optie. Eind 2021 heeft de overheid alvast een pot geld aan de provincies gegeven. 480 miljoen was dat destijds. Waarmee de provincies alvast konden beginnen met het uitkopen van boeren. En daarna deed u in april 2022 de uitspraak dat er een woest aantrekkelijke regeling aan zou komen. Die dus ook gebruikt zou worden om de boeren uit te kopen. En in reactie daarop werden de boeren een beetje afhoudend tegen de aanbiedingen die ze vanuit de provincie kregen. Omdat die dachten, wij gaan nog even wachten op die woest aantrekkelijke regeling die er nog aankomt. Heeft u daar achteraf spijt van? Nee, sterker nog, dat was gecalculeerd. Ja, dat weet je, dat je dat risico neemt op dat moment.
Maar niet met een aantrekkelijkere regeling komen, vond ik nog. Het is altijd kiezen uit twee kwaden, dit. Mm-hmm. Ik vond het nodig om dit aan te kondigen vanuit de overtuiging dat daarna veel meer boeren gaan instappen. En ik vond het heel eerlijk bizar. Regelingen gingen uit van 60% van de waarde. Nou, ik weet niet welke ondernemer zou stoppen als hij 60% van zijn waarde krijgt. Ik kan me er weinig bij voorstellen. Dus daarom heb ik in april al gezegd, ik wil dat die algemene regeling sowieso naar 100% gaat. Want dat vind ik ook rechtvaardig. Dat je gewoon de waarde krijgt van wat een bedrijf ook echt waard is. En voor die piekbelastingsaanpak dan zelfs 120%. Hoop ik, hè, want het ligt nu in Brussel ter goedkeuring. Maar wat mij betreft gaat het er zo uitzien. Maar nogmaals, het was 60%. Kom op, dat is toch bizar. Dat moest echt hoger. Hier wel een haast onwerkbare situatie voor de provincies. Want die dachten, ja, dit is wat we van het Rijk hebben gekregen. Dit is wat we moeten uitvoeren. Dus vindt u niet dat... Nee, want dat was de MGA1. Volgens mij ben je goed ingevoerd. En die MGA1, die provinciale regeling, die was tijdelijk om ook uit te proberen. En tuurlijk heeft dat een... Er zijn overigens best wel veel boeren ook gestopt onder die regeling. En natuurlijk heeft dat ervoor gezorgd dat er ook een aantal boeren zijn geweest die dachten, hey, ik wacht toch nog even op. Maar daar gaat het toch niet om. Per saldo gaat het erom dat je een goede regeling hebt voor boeren die willen stoppen. En daar zijn we nu middenin. Ja. We moeten nu toch echt een einde breien aan dit interview. Om af te sluiten hebben we nog één vraag. Namelijk of u nog een stemadvies heeft voor ons of de mensen in de zaal. De enige voorwaarde is dat u de VVD niet mag aanbevelen. Nou, dat zou ik sowieso niet doen. Maar ga stemmen. En stemwijzers zijn super. Voordat ik daar kritiek op krijg. Ik zie mijn assistent al een beetje ingewikkeld kijken. Dus echt, stemwijzers zijn super. Maar denk vooral ook zelf na over de inhoud. En lees alsjeblieft gewoon een verkiezingsprogramma. En kijk eens naar een debat. En of dat nou in de gemeenteraad is, of in de Staten, of in de Kamer. Het is online altijd te volgen. En juist tijdens die debatten zie je gewoon politici aan het werk en zie je welke fantastische besluiten er eigenlijk wekelijks, maandelijks worden genomen. Maar log een keer in en ga het gewoon live bekijken. Ik kijk ook gewoon bij welke politieke partij je goed voelt. En nou ja, voor mij, ik ben heel erg optimistisch en blij. Dus dat is nogal logisch waar ik er altijd uitkom. Maar kijk ook op dat aspect. Gewoon, ja, waar voel je nou bij thuis? Wat is je bloedgroep? Wat is je... Ja. Maar ga stemmen. Dat is het enige echte belangrijke. En, ja. Nou ja, op welke partij? We leven, godzijdank, in een vrij land. En, waarin iedereen ook echt de keuze heeft en die keuze mag maken. Minister Van der Wal, ontzettend bedankt voor uw tijd. Wij kijken uit naar de aanstaande verkiezingen. Vergeet inderdaad vooral allemaal niet te stemmen. En hartstikke bedankt dat jullie er waren natuurlijk. Als jullie zelf hier ook zouden zien zitten, dan doe kan dat deze ook hier voor jullie. Ja, precies. We hebben sollicitaties voor nieuwe interviewers bij Room for Discussion. Dus daarvoor kan je op onze website kijken. Bedankt voor uw tijd. En het volgende interview is woensdag van 2 tot 3 uur met Ingrid Thijssen, voorzitter van de NCO, VNO-NCW. En op 13 maart zal Michael van Praag hier aanschuiven, de oud-voorzitter van de KNVB. Dus graag tot dan. Thank you.